Ja. Ik word hier best wel bang. Ik was hier echt wel bang. Ik voel me aangekeken. Dagelijks HD. Yo die mensen, dag iedereen. Welkom terug bij een nieuwe bouw uit. Vandaag heb ik weer goed nieuws. Vandaag hebben we twee nieuwe dingen gewoon bij het build af. Eén is gewoon de enige echte coole skins zijn terug. Oh Joost, je staat in me. Ik wilde gelijk mijn mooie skin laten zien. Jawel, we zijn gemengd in elkaar, Joost. Zoals het hoort. Zo hoort het. Oh, dit is wel heel raar. Ik ben knap, ik ben Tramon. Je bent inderdaad een hele knappe jongen. En we hebben ook lelijk, jongen. Ik ben fucking zoals lelijk. Ja, precies, heel precies. En Duncan heeft een nieuwe skin. Ja, ik heb een nieuwe skin. Ik vind hem cool. Het is wel heel lelijk. Wat representeert het? Wat is het? Nu probeert ze een ninja te zijn. Hé, jongens, kijk. Nee, kijk hier. Kom hier, kijk. Wat? Waar? Kijk, XP. Waar? Oh my god! Allemaal nieuw XP. Ja, dat is veel interessanter. Heel erg mooi, heel erg... Hey, kijk, een kleine kip! Kijk. Wat is Joost? Dit is een man. Dit is een man, hier links. Dat is Frans! Hij Frans! Naast Frans! Oh, naast Frans. Frans! Frans! Melvin! Melvin! Frans edit alleen de what the fuck momentjes op DD. Oh, ik bedoel deze man. Dat Link, ik heb iets heel interessants. Waar? Hier, kijk, kom eens hier. Kom. Het is een hele grote piemel. Het is inderdaad een hele mooie piemel. We hebben van alle topics een hele mooie piemel gemaakt van de hele nieuwe mooie text pack van DHD. En er zit een gat in. Godver, ja. What the fuck? Oké, jongens, wie wilt eventjes mooi uitleggen wat alle mooie paintings zijn? Zal ik het doen? Ja. Wie is dit? Wie is dat? Bird is the word. Schouw het man-en-man logo met een zwarte streep erdoor. Ja, het een mooie zwarte streep mag niet vergeten worden. Zeker weten. Zeker boven D&D en Milan de clown. Hij is een beetje een clown, ja. Grappen, geinig. ik schrok een beetje hard. Ik kan mijn hart niet aan, man. Zoals je hier ziet, dit is Milans ego. Oh, hij is weg! Hieronder zie je één hele knappe jongen en drie wat mindere. Ja, ik bedoel, Matty is heel mooi. Matty is echt een knappe jongen. Matty is echt knappe jongen. Dat is Milan de Clown. Hij geeft deze video een like. Dit is wel heel outdated, jongens. Die shit is blauw tegenwoordig. Ja. Hey, fix die texture pack eens. Hij moet blauw zijn, inderdaad. Hier zie ik hele knappe jongens. Hier zie je allemaal hoofden. Ja, dat Pascal hier. De eekhoorn. Pascal, hij doet mee. En hier hebben we Doorn. Hij is mooi. Kijk hoe mooi die is. Kijk hoe mooi die is. Hij is heel mooi. Dat was de D&D-logo. Hier is dat logo nog steeds. De duimpje is weer groen. Ze leren er echt niet van. Maak hem blauw. Maak hem blauw. Dit is wel mooi. Dit is de beste painting te willen. Dit is heel... Het is op een gegeven moment niet meer grappig, hoor. Nee, maar het is wel mooi. Ja, we zijn al klaar. Mooi titel. Dikke Doorn, die is ook heel knap. Milan. Oh, daar kijk. Ja, daar is hij weer. Hij is mooi, die moeten we houden. Oké, hier hebben we Milan met de drumstickies. Fuck off. We nog meer. Oh, het is een hond. Ja, de rest hebben we allemaal gezien. Waren ze. Heel mooi. Dit betekent dus dat we gewoon een hele nieuwe texture pack hebben. Allemaal nieuwe mooie items. En ik zeg gewoon tegen jullie. Jullie hebben 5 minuutjes om met deze texture pack proberen iets moois te maken. Dat is het onderwerp. Gewoon een DD texture pack. Met je eigen skin. Holy shit. Jullie gaan beginnen over 3, 2, 1. Koop hem nu. Jullie zijn gestart. Koop de texture pack nu. Staat in de Link, mijn vloer is raar. Wat heb je met je vloer gedaan, Joost? Wat is dit? Dat heeft... Je bent drugs verslaafd. We gaan drugs maken, jongens. Ga je drugs maken? Lekker. Of wat drugs maak jij? Ik maak cola. Cola drugs. Heel slecht voor je. Ja? Ik zou het niet drinken als ik jou was. Je wordt helemaal stoned. Wat moet je dan wel drinken? Wat je wel moet drinken is dit. Oh. Bol. I like bol. Bol is heel goed voor je lever. Voor je lever of voor je lever? Beide. Je lever is je lever. Echt wel? Ja, als je geen lever meer hebt, ga je best wel dood. Hey Joost, jij bent mijn lever, man. Ze noemen hem ook wel de Pussy Destroyer. Ben ik jouw lever of ben ik jouw leven? Beide, man. Beide. Yes! Je bent mijn lever, leven. Dat is best wel een compliment. Dankjewel, Link. Alsjeblieft. Deed met alle plezier. Waarom zit ik hier nog een Minanhoofdje in de lucht, jongens? Ga eens weg. Die is echt lelijk. Ga weg. Ze gaan hier even kijken bij de enige Duncan. Je doet ook helemaal niks. Nee, ik was nog even mijn shit aan het doen, jongen. Ik ben nu gewoon... Ik ga nu bouwen. Hier leuk, heb je hè? Een banaan. Bananen! Oh ja, die heb ik... Is dat aan het spelen? Ja! Wees je stil? Mooi ik ben muziek. Even de muziek aan het testen. Oh. Wees je stil? Copyright is. Man met snor! Man met snor! Lekker beetje, jongens. Ik kan lekker gaan. Ik ken het liedje. Zing mij eens niet mee! Ik ben een nieuwe snor! Ik ben een nieuwe snor! Ik ben een snor! Ik ben een snor! Snor! De samen zijn een snor!
Dat is een snor. En ik heb een snor. Die zit gekromd. En ik heb een tampon. Tampon. Een tampon. En nee. Hebben we nog meer? Ja. Oh, dit ken ik. Oh! 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 Deze heb ik gemaakt. Ja. Ja, die heb ik ook al gemaakt. Ja. Ja, ja, ja. Ik ben zo lelijk. Zo lelijk vandaag. Hij gaat ook echt op jou. Ja. We hebben meer. Wie kan het nog meer? Ik ben lekker. Oh, deze dan. Milan Knol. Milan Knol. Oh. Milan Knol. Hoe erg wordt dit? Kom maar met dat fotootje van die ego van Milan. Wat hebben we nog weer? Hij dacht, ja, dat vind ik wel leuk hoor, texture pack. Ja, leuk. Oh. Wat? Kerst? Wat? Kerst en de kerst? Wat kerst? Nee, het is geen kerst, die hoeven we niet. Ik zit in mijn kerstwereld. En ze zien het wel. Blokjes. Maar ze waren niet zo laden. Nee, ze laden niet. Ik zit in mijn kerstwereld. Ik zie overal blokjes. Maar salade, nee salade, nee salade, nee salade. Ja, salade. Ik hou niet zo van salade. Oh, Linky! Is dit nou? Ja, yeah, hij zegt sinds, wat is dit nou weer? Dit was een salade. Oh, Link, we wilden dat we jou verder, ja, verder gingen. Oké, er komt nog één. Dit is de laatste hoor. Midden. Welkom. Mijn naam is Milan Knol. Nee, dit gaat over Enzo Knol. Enzo Knol, maar dit is Dark CD. Ja, als Enzo er was, weet je wel, dan hadden we hem best wel aangezet. Ja, doen we wel een keertje als Enzo weer meedoet. Dat lijkt wel gezellig. Like een like achter, als je liked, wil dat like ook zo zijn. Wow, ja, meezingen! Pak maar weer banaan aan. Milan Knol, voor die zin, je hebt een beatstem. Ik ben Milan en ik heb een beatstem. Ik heb een beat met zijn sabel. Ik draag zonder brillen. Effectief, dat moet je wel willen. Chi-pam-pam-pam, dat is Chinees. Ding-dang, ding-dong, deurbel. Oh, dat komt naar je café in het alfabet. Ik wil fietsen, ik wil fietsen, ik wil fietsen, ik wil fietsen. Dit is mijn voorman, oh-oh-oh-oh. Nee, doe ik niet. Nee. Het was ook gewoon echt een kapotte CD ook gewoon. Ja. Oh, Killable Dino! Ja, sterk! Deel 100, Link, dit is deel 100! Handje op de borst. Oh, we hebben toch al een Kingdom aflevering gehad? Respect. Hou je bek nou! Voor aflevering 101. 101. Zonder moment. Voel me niet fijn. Ik ook niet. Hou je bek! Ik heb nog nooit gekingdomd in mijn leven. Echt, één keer? Ja, de bubbel, dat was geforceerd. Dat wordt niet van tevoren verteld, hè. Tabalam. Badadabadam. Wat is dit nou weer? Doe me niet prettig. Time. Nee, doe ik niet. What the fuck, man? Ik ga met de tering. Ga je even lekker bouwen? Gast, je bent al, wat zou het zijn, 6,5 uur bezig. Kut, je bent bulldof, hè? Je hebt helemaal nog niks gedaan. Ik heb eigenlijk ook helemaal nog niks gedaan in de aflevering. Ik ga even kijken wat hier allemaal gaan. Dus Joost, heb je inspiratie gekregen van de nummers? Ja, vind je mijn idee mooi? Ik vind het wel heel erg mooi, ja. Ja, nee, wacht. Maar kijk, heb je die hoofden gezien? Oh, ik zou even kijken, hoor. Deze. Geef toe, beste idee ooit. Beste idee ooit. Dat is toch mooi? Die zijn wel mooi. Ja. Hij is wel klein hoor, kleine man. Kleine man. Hij is wel blij, dat kan je wel één ding zien. Ik word hem wel leuk. Ja. Wat is dit allemaal? Ja. Dit wordt het DAD Clubhouse, ga maar even naar binnen. Zal ik even kloppen? Klop, klop. Ja. Ik word hier best wel bang. Ik was hier echt wel bang. Ik voel me hier aangekeken. Okay, ik zou ook bang zijn. Ja, ik zou nooit naar de clubhouse gaan.
Nou, veel plezier met je clubhuisje, hoor. Dank je wel. Zie ik je ook bezig ben met een eenmaal DJ-set of zo? Ja. Wie is de DJ van vanavond? Of mocht je dat nog niet weten? Nou, dat is nog geheim. En dat kom je aan het eind van de aflevering, kom je erachter. Oh, dan ga ik zo tot het einde van de aflevering kijken, hoor. Oh, spannend. Wat de fuck ben je aan het maken, Arjen? Wat is dit? Goed opletten. Ik zal opletten. Het is ook zo mooi dat precies dat nekje perfect past. Zo'n nekkie. Wat een man is het ook. Hij heeft ook wel de spierballetjes eronder, zie je dat? Die hangen ja, er is zeker bicepjes. Ja, hij heeft zo'n klein lulletje hier. Hij echt een kleintje, ja. Hij is wel accuraat. Ja, ik moet toegeven. Ja, je moet je even bij inspireren. Je moet hier even goed over nadenken. Dit is Matty. Met een beetje Milan. Een klein beetje Milan. Stiekem is het gewoon Frans, man. Fransie. Ik heb wel, het is wel creatief, toch? Zo afgedekt, ik moet bovenkant. Wel. Ja, eigenlijk wel. Ik wil toegeven. Maar wie is dit? Oh, nog een Milan, hoor. Ja, dat is de man die foto's zelf heeft, hoor. Dat is een beetje jammer. Ik vind het ook eigenlijk een beetje jammer. We hebben gewoon meer foto's nodig. Oh, ik heb wel een vet goed idee. Dan. Ja, ik ga mezelf maken. Oké, ik ga mezelf maken. Maar je moet nu nog even naar iemand anders gaan. Je gaat zo meteen zien hoe ik mezelf ga maken. Oké, dan kom ik over een minuutje of twee kom terug, ja? Ik kom even Jensen. Nou, ik zou je zeggen, deze club is nog een aanbouw. Dus er wordt gevraagd gewoon op te rotten. Ik wil een preview. Je wil een preview? Ik wil een preview. Oké, wacht gewoon. Ik ben ook okay. Dit is DJ Guardian. Oh yeah. Recht hier van de studio. Oké, 3, 2, 1. Boom. Kijk, en zeg maar, de Guardians zijn zeg maar mijn achtergrondzangeres. Ik weet niet of het goed hoort, maar... Ik hoor het een beetje doorheen spartelen. Wat ben je nou aan het doen, Harm? Kom hier achter hem staan. Als je hem in de kont pookt, poken hem eens in de kont. Doe dat eens. Dan gaat hij kummen. Dat kan gewoon niet. Vol uit zijn feest, jongen. Ben je klaar, Joost? Ja, ik kom kijken. Ik hoop dat je hem nog snapt. Ja. Hij snapt hem nog! Ja hoor! Ik zal hem even uitleggen voor de kijkers thuis. Ja. Er was ooit een mooie periode dat ik op de banner stond. Maar ik stond zo op de banner dat mijn hoofd precies achter het logo van D&D zat. Dus Joost was het hoofd van D&D. Ik ben echt heel geïnspireerd bezig hier, man. Holy shit. Ook eigenlijk allemaal niet voor jullie kunnen verwachten, maar het is toch zo. En ik zal even een update geven over de tijd. Jullie hebben nog in totaal 23 seconden. Are you kidding me? Nee, echt niet. Was en de tijd is voorbij! Piep! Okay. Ik hoor geen piep. Ja, ik geloof het nu ook niet, hè? Dus ik ga gewoon mooi door. Mee eens, Harm. En jongens, de tijd is voorbij. Ah. Nou blij, jongens. Nou blij. Oké, we gaan eerst bot. En die is van Duncan. Oké, let's go. Yeah, yeah. Ik zal even vertellen. Er valt eigenlijk niks te zien aan de buitenkant. Ik ga gewoon gelijk naar binnen. Oh. Want niks dit, te zien, hoor. Van mijn oude hier Minecraft de ogen. What the fuck? Holy shit. Hey, de DJ, jongens. De DJ. Hij gaat er vandoor. Hij liet een eitje vallen. Dat was een escape route voor de DJ. I'm gone. Oh, we hebben een nieuwe DJ. Maar kijk, ik ben echt een DJ, jongens. Oh ja. Hand op elkaar, jongens. Ik ben echt een DJ. Oh, geld. Deze doen we. Deze is veel leuker. Ja, oké. Ik ben DJ. Kom ik, jongens. DJ. Wel meezingen. Hey, wacht, we hebben wel fangirls nodig, jongens. Fangirls. Nee, we hebben fangirls. En ik gooi met alcohol. Wat is alcohol, jongens? Yes. Party. Alcohol. Goed feest. Alcohol, geld en bitches. Allemaal wasted. Ruilen. Drugs dienen. Wie wil te ruilen? Ik heb een AC-bank, wie wil te ruilen? Er lopen kinderen rond, jongens. Wie doet hier de beveiliging? Jorm. Oh, ik zet de plaatjes. Oh, dat knummer. Oh yeah. Mijn naam is Milan Knol. Milan Knol. Ik ben de trotse broer van Enzo Knol. Enzo Knol. Trotse broer. Oh yeah. Enzo. In de tunnel. Allemaal dood, jongens. Ik heb een vlog van Enzo. Oh yeah. Oh. Man, kut DJ, what the fuck? What the fuck? Kut transition. Ja, fuck deze club, jongens. Fuck deze club. Ja, we gaan gewoon even de redstone toe hier. Wat een tering kut DJ set. Oh, het is al kapot. Oh. Wat? Zeg die nou, man? Ik ben boem. Ah, ik heb een DJ set verbergd. Zoek hem maar op. Ah, kijk eens. Hij zet die kut muziek uit. Zoek hem dan. Van Enzo. Ik dacht, wow, dit is leuk, het is mijn eerste keer. Oh, man. Jongens, ik heb ook niet gestopt. Ik ga even stoppen nog meer. Probeer hem te zoeken, oké. Okay.
Ja, ik kom hier, jongen, helemaal gek. Fucking Enzo Knol rap, man. Oh, godverdomme, die klootzakken. Oh, ik zit erin. Ik zit erin. Ik zit er weer in! Clubhuis is nog half heel. Zo te zien hier. What the fuck zit hier? Wat is dit? Is dat niet van Netflix en chill? Dit is van Netflix en chill. Hij is helemaal gebukt. Wel, die varkens zijn er ook allemaal weer. What the fuck is hier allemaal gebeurd? Alles is hier kapot. Hey! De clubhuis! Wat is dit? De server is gemengd. Alles is gemengd. Link, mijn beeld staat nog wel. Die van mij staat nog. Dan gaan we weer kijken. Ja, hij staat nog wel. Ja. Hij staat nog. Waarom die van Harm nou weer? Dit is alles. Going to steal your girl. Maar het mooiste is nog wat achter je hoofd zit. Joost, demonstreer. Ik demonstreer. Ja, kijk, als je met zijn kont pookt, dan komt er iets vooruit. Oh, oh lekker. Nou, geen bananen. Bananen! Dit is Ik Wil Fietsen, Milan. Nou, geef je een groen duimpje. Dit is Matty. Ik vond deze best wel creatief. Ik bedoel, kijk, ik heb hem helemaal, de rest heb ik weggedekt. Nou, dan gaan we nog even kijken bij de allerlaatste. Wat er nog van over is, zeg maar. Wat is dit nou? Alles is weg. Nou, welkom in het halve clubhuis. Met cookies! Al die doornhoofdjes! Ja, man. Ja, wat een kutaflevering. Nou jongens, voordat we deze aflevering gaan stoppen, wil ik nog één ding aan jullie vragen. Dat is, wat zouden jullie willen zien in deze... Fucking hard. <Adam. laughs> Sorry. Wat ik jullie wil vragen is, wat zouden jullie willen zien in de D&D texture pack? Wat ik dan kan gebruiken in de build-off? Verzin iets creatiefs, iets cools, met de build-off gemengd. I don't fucking know. Laat het weten hier beneden in de reacties en ik zie je de volgende aflevering van de build-off. Ik zeg om één ding, dat is later. We hebben Haan eigenlijk een piemel of niet? Nee. Waar kom ik? Nee, Pascal, ze hebben geen piemel. Waar kom ik? Nee, ik snap het niet. Misschien dat ze weet ik wat.